Laat je longen testen op Wereldspirometriedag. Opnieuw een ongeluk in de tunnelbak A4 bij Leiden-Dorp. En gaat die enkelband er nu wel of niet af? Welkom bij het Unity TV nieuws van donderdag 18 september. Op de A4 richting Amsterdam bij Leiden-Dorp zijn donderdagmorgen in de tunnelbak 5 auto's op elkaar gebotst. Een van de bestuurders moest worden onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeluk moesten 2 rijstroken worden afgesloten, waardoor er een flinke file ontstond. In de tunnelbak gebeurde de laatste tijd wel vaker ongelukken. Rijkswaterstaat zei vorige week nog de verkeerssituatie scherp in de gaten te houden en extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Donderdag verschenen op 8 NS-stations in Nederland pop-up stores in het kader van Jeugd op Zoek. Dit is een initiatief van de ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk en Randstad om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. In de pop-up store konden jongeren een cv-check krijgen, vacatures bespreken met intercedenten, representatieve LinkedIn-foto's laten maken, stylingadviezen krijgen voor een sollicitatiegesprek en zelfs hun cv laten rappen door MCCV. En het hoofddoel is gewoon om zoveel mogelijk jeugd te laten zien dat er wel degelijk banen zijn. En daarbij zoeken we ook echt bedrijven die zeggen van ja, de jeugd dat is de toekomst. We willen ons blijven vernieuwen. Dus. Het aanpakken van werkloosheid onder jongeren is overigens heel hard nodig, want 122.000 jongeren zitten momenteel zonder werk. Donderdag diende in de rechtbank van Den Haag het kort geding waarin Benno L. eiste voortaan zonder enkelband door het leven te mogen. Naast verwijdering van de enkelband wil Benno L. ook toestemming om in Duitsland te gaan wonen en werken. Hij wil gewoon met minderjarigen om kunnen gaan en hij eiste een voorschot van €10.000 op een claim voor extra kosten die hij door alle beperkingen heeft moeten maken. Ook ziet hij dat geld als een vergoeding voor het leefgenot dat hem daardoor zou zijn ontnomen. Landsadvocaat Cecile Bitter pleit er echter voor dat L. zijn enkelband gewoon blijft dragen. Zijn behandeling en langdurig toezicht zijn volgens deskundigen noodzakelijk omdat zijn ziekelijke stoornis niet te genezen is. Therapie en controle kunnen de omstandigheden van zijn stoornis slechts verbeteren. Hij moet dus daaraan en aan alle andere voorwaarden meewerken en juist niet tegenwerken, benadrukte Bitter. Het is dus ook niet de schuld van de Nederlandse overheid dat hij extra last van zijn beperkingen heeft ondervonden. De rechter doet 6 oktober uitspraak. De gemeenten Leiden, Leiden-Dorp, Zoeterwoude, Oostgeest en Voorschoten hebben de overeenkomst rekenen in de afvalwaterketen getekend. Met deze samenwerking verwachten alle partijen hun 3 gezamenlijke doelen voor afvalwaterbeheer beter te kunnen realiseren. Door kennis met elkaar te delen kan de inzameling, berekening, transport en de zuivering van afvalwater en regenwater een stuk efficiënter worden. Met de ondertekening van de overeenkomst wordt invulling gegeven aan een van de top 5 onderwerpen die in de Leidse regio zijn benoemd. Donderdag was het Wereldspirometriedag. Op deze dag worden mensen wereldwijd aangemoedigd om hun longfunctie te laten testen. Met dit onderzoek kan iedereen een beeld krijgen van zijn eigen longgezondheid. Nou, we hebben dus vandaag een soort open dag voor mensen van buitenaf. Die komen voor gratis spirometrie. Die hebben een advertentie gelezen in de bladen. En op zo'n manier willen we de mensen bewust maken van het belang van gezonde longen. Niels Uiterdijk laat vandaag zijn longfunctie testen in het LUMC. Hij leeft gezond, is Nederlands kampioen waterpolo onder de 19 jaar, maar heeft in het verleden wel problemen gehad met zijn longen. Dan ga je beginnen, net moest ik helemaal in je mond, tussen tanden en lippen in. Ja, tanden even voor. Zo. Nou, we beginnen met rustig te ademen, zo meteen heel diep in en dan hard en krachtig uitstoot. Heel diep in en uit. En door. En heel diep in, diep in. Diepe en weer rustig ademen. Ja, heel goed. U bent nu met de test bezig. Waar kijkt u nou precies naar? Nou, waar ik naar kijk is de vorm van de curve en de getallen die verschijnen. Bij Niels, wat kunt u over hem zeggen als u nu, we hebben nu een paar keer de test gedaan. Wat ziet u? Nou, wat ik nu zie is dat dus de voorspelde waarden die bij hem horen aan de hand van zijn lengte, leeftijd en geslacht. Dus het verschil tussen man en vrouw. Zie ik dat de meetwaarden daar gewoon dichtbij liggen. Ja. Dus de meetwaarden zijn gelijk aan de voorspelde waardes. Nou Niels, net even geblazen. Hoe ging het?
Ja, het ging super. Volgens de arts was het helemaal goed en hadden we geen afwijkingen. Toch heb je een kleine geschiedenis toch met je long. Wat is er in het verleden ooit gebeurd? Nou, ik heb in het verleden, toen ik 12 was, heb ik een longontsteking gehad. Daar ben ik toen meer dan 8 weken ziek van geweest. En daar heeft toen heb ik een paar beschadigingen aan mijn longen gehad. Ja. En heb je daar nu in het dagelijks leven nog last van? Nou, heel soms heb ik nog wel eens dat als ik aan het sporten ben, dat ik dan niet verder kan. Nou is Niels topsporter, is Nederlands kampioen waterpolo onder de 19. Zou u dat zeggen op het moment dat u naar deze grafiek kijkt? Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, wat je wel vaak ziet is dat topsporters altijd wel een goede longfunctie hebben. Maar die hoeven niet per se een buitengewoon goede longfunctie te hebben. Ja, en als je hier nu zit en het blijkt dat het allemaal goed functioneert, geeft dat een beetje een opgelucht gevoel? Ja, super. Helemaal top. Dus ik ben er blij mee zo. En Niels mag ook blij zijn. Hij hoort gelukkig niet bij de groep die het LUMC verlaat met een verwijsbrief naar de huisarts. Nou, we proberen dus vroegtijdig afwijkingen op te sporen. En dan denk ik aan COPD-achtige afwijkingen op mensen met astma die dus een afwijkende longfunctie hebben. Die krijgen dan een formulier, vullen we dan in, en daar kunnen ze dan mee naar de huisarts. Dan krijgen ze het advies om mee naar de huisarts te gaan. En het loopt vandaag goed, want voordat jullie begonnen waren, stond er al een rij van 10 man, hoorde ik. Ja, dat klopt. Ja. Het loopt behoorlijk storm. Ja. Mensen kwamen al heel vroeg inderdaad. En blijft het hier nou bij, 1 keer per jaar, of gaan jullie dit vaker doen? Nou, de Wereldspirometriedag is in principe 1 keer per jaar. Dus dat is, het wordt sowieso 1 keer per jaar gedaan. Zoals het er nu voor staat, doen we het 1 keer per jaar. Als u nu denkt dat er iets mis is met uw longen, wacht dan niet tot volgend jaar. Maar neem contact op met uw huisarts. En dan nog het weer. Vandaag begon wat nevelig, maar in de loop van de ochtend kwam de zon op volle sterkte tevoorschijn. Met 24 graden leek het ook vandaag weer zomer, zoals je hier mooi kunt zien op deze foto die Paola eveneens bij de Vlietlanden maakte. Vanavond en vannacht trekt er meer bewolking over de regio en daarmee neemt ook de kans toe op een kleine bui. De temperatuur daalt in de loop van de nacht tot rond de 14 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking en deze zal gedeeltelijk wegtrekken en dan komt er ruimte voor de zon. De temperatuur zal rond de 23 graden liggen bij een bries uit het noordwesten. Komend weekend zal de bewolking zich ophopen met een kleine kans op neerslag en de rest van volgende week zal bewolkt blijven. De gemiddelde temperatuur blijft dan rond de 19 graden hangen. En heb je zelf een mooie foto van het weer? Stuur hem dan op en wie weet zie jij je foto terug in onze uitzending. Mailen kan naar weerfoto@unitytv.nl. En daar kun je trouwens ook al je nieuwstips kwijt. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Vrijdagmiddag om 5 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.